Wat vindt u van de Tourby, deze fiets? Nou, dat lijkt me wel wat. Wij worden al iets wiemeliger. Dan dacht ik, misschien is het wel wat. Ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, de elektrische fiets. Het aantal verkeersongevallen blijft stijgen. En dat komt ook door het gebruik van deze snelle fiets. Om mensen veilig te kunnen laten fietsen, bedacht de broer van Timo de Tourby, een driewielfiets. Vandaag organiseert Timo in Laren een speciale driewielerdag, zodat mensen de fiets uit kunnen testen. We hebben deze omwandmodule laten ontwikkelen om mensen langer mobiel te houden. Zowel de fiets als de persoon zelf. We hebben 80 tot 90 aangesloten dealers in Nederland en België. Die het product voor ons monteren op vrijwel iedere elektrische fiets of normale fiets. Een tweewieler ombouwen tot driewieler. Het is volgens Timo dé manier om veilig elektrisch te kunnen fietsen. En denk je ook echt dat de Tourby ervoor heeft gezorgd dat er minder verkeersongelukken zijn? Ja, wel degelijk. Inderdaad, omdat het met het op- en afstappen te maken heeft. Maar ook de onzekerheid van mensen wordt een stukje weggehaald. Dat zorgt er eigenlijk voor dat mensen rustig in het verkeer kunnen blijven. Maar ook op bepaalde situaties beter kunnen inspelen. Een andere optie voor veilig elektrisch fietsen zou een helmplicht kunnen zijn. Een helm kan voor sommige situaties inderdaad een oplossing zijn. In ons geval niet, omdat het vaak mensen zijn met evenwichtsproblemen en die moeite hebben met het op- en afstappen van hun fiets. Onze module zorgt ervoor dat mensen tijdens het fietsen rustig kunnen blijven zitten en dat ze alleen bij start opstappen en bij het einde afstappen. En waarom draagt u niet gewoon een helm? Goeie vraag. Nog niet aan begonnen, nee. Trouwens, het is een stom ding. Het zijn nog stomme dingen ook.